Het is geen aanrader om als klein kind naar Bobby Allen te gaan. Zo, hè. Waarom niet? Er is niks enkele Fury en de Typhoon aan de overkop. Ja, en Sledgehammer is eng. Nee. Jawel. He's nice. Maar de kop op een platform gedrukt. Maar eng. Yo mensen van YouTubers en welkom weer in Europa Park. En we staan hier bij de volgende attractie. Jawel. Silverstone Pist. Dat zijn autokus. Die hebben ze erop terecht. Zoals Autopia in Disney. En dat is nog mijn minecarts. Mijn pressure plate. The fuck, ik zie die plate niet. Zie die gaan nog niks? Ik zie die plate niet, op mijn scherm is er geen. Ja, het echt een blinde geluid. Misschien komt ik zie die... geen, kom aan, kom erop duwen. Die zal pas terug, die zal waarschijnlijk pas terugkomen als ik weg ben. Ja. Ah, daar komt die. Fucker. Met mij zijn de karkjes van ons. Oké, hier net van ons is Engeland. Arena voetbal staat daar, Globe Theater is daar. Ik zou wel willen dat die botsauto's marcheren, zodat je er zelf mee kunt draaien. Ja, Patricker. Wat? Ja, Jensje. Jens, het stond zijn oude mensen. Dat Jens, moet ook niet, hè. Ja, het stond er nu aan, jongen. Zullen we zien wie er stond in zijn mullen, hè? Ik kan toch beginnen met de muziek, denk ik. Ik hoor echt de hele tijd die Eurosat muziek, hè. Van ja, dat is... Moet je nu, hou je opnieuw opzweren, ja. Maar ik denk niet dat dat het probleem is. Bij Euromir houden denk ik het wel de goede. Maar ja, het ligt waarschijnlijk aan de server. Het is dezelfde audioserver als wij gebruiken, dus dat is misère. Man, corona is een miserie. Oh, ik doe met al die chips. Heb je nog wc-papier? Ik heb het niet meer. En alles is uitverkocht. Eén rolletje kun je toch nog wel missen, hè? Ik moet toch niet mijn broek schijten? Ja, dat ziet er niet goed uit, hè, meneer. U heeft corona. We hebben gekust vandaag. Ja, dan heeft u het ook, hè. Die dokter. Ik zal u eens goed soigneren, Paul. Niet doen, was ik corona. Dat is een attractie, mensen. Corona is een miserie. Dat zijn kutattracties, maar ik ben aan het einde. Oh, tankstations. Mooi. Met diesel. Echt slecht, slecht. Vin Diesel, een dikke vod. Slechte ben. Dat is wel zijn artiestennaam, Vin Diesel. Dat is een dikke vod, jongen. Nee, jij zijn een vod, jongen. Nog één beleiding die je wordt getroffen, jij zegt ook al fikse maatregels. Vin Diesel die noemt Mark. Mark Diesel. Nee, ik weet niet waar die Diesel vandaan komt. Maar die... Die Vin komt van Vincent. Vincent is zijn laatste. Vincent is zijn laatste naam. Mark Vincent. Ja, Mark. En komt er nog iets tussen. Vincent. Okay, Mark Tering Vincent. Oké, okay, we gaan naar de volgende attractie. Dus tot zo beet. Ik zie hem lopen. Ja. Wat is dat dikke jens, hè?
Nu zijn we hier. Nu zijn we hier. Zit hem tikken, maar. Dus het was hier. Ik moet hem zien tikken, maar. Je moet hem zien lopen. Volgens mij was dit. Klopt zelfs. Hier zijn we weer. We gaan rap even die trein halen. Klopt zelfs als een dikke jaart, jongen. Doorschuiven! Dit is leuk. Ja, ah, kom direct. Dat is een minder precies. Jongen, ik kan ook niet doorschuiven, zo. Ik klik gewoon op die trein. What the fuck? Dag Daniel. Ik zit uit de kloten. Shit, dan zitten we in die front seat. Ik zit uit de kloten, mensen. Dit is wel een goed. En nog veel Angry Grump afgezien. Dit is wel goed. Dit is wel mooi. Deze blijft tenminste recht. Bellewaard heeft toch zoiets en die hangt helemaal scheef. Als er mensen instappen, dan kantelt die zo goed als om. Wat een scherp park. Dit is een van de eerste attracties van het park op de panoramabaan na. We doen zometeen nog fjord rafting, mensen, en dan is het wachten op de volgende video waar dat we Blue Fire doen. Oh ja. Yeah. En misschien nog wat andere zaken die nog open zijn, Danny? Ja, we kunnen eens rondkijken. Want tot nu toe is Blue Fire de enige attractie die we volgende video nog kunnen doen. Dus misschien moeten we nog wat, gaan we gewoon wat attracties nog eens opnieuw doen. Ja, misschien, Daniel. Misschien ook niet, Danny. Ja, misschien ook wel, hè. Dat is een raad te doen, mensen, van Kaal Uurtjes. Ik vind dat jammerlijk. Stel voor dat je zwijgt. Kijk, daar mensen, daar rechts, het Spruitjesbos in bouw. En daar komt Arthur the Ride, en dat is een van de volgende attracties die open. Samen met Rulantica is er gezegd. Wat nog? Is er geen rup? Wat? Is er geen rups in dat park hier? Nee. Lambada? Ja, die London Bus in Lambada. Wat wij gaan met die rupsen toch altijd, jongen? Jongen, dat is leuk mullen toe, jongen. Jongen, rupsen. Bak eens die kerel. Jongen, dat staat vol met negers. Het zijn toch negers? Nee, dat is een neger. Afrikanen. Waar heb jij die skin van jou eigenlijk gevonden? Jongen, dat is een goede skin, ja. En jij die op Skindex gepakt? Ik weet het niet, hè. Sukkel. Ik moet inzippen, blinde man. Ja, dat werkt dus niet. Alhoewel, dat heb ik nog niet geprobeerd. Nee, want hij draagt... Belangrijk. Want hij draagt zo'n bril dat blinden dragen. Hij heeft schele ogen. Ik zal wel kalm doen. Maar er komen fixe maatregels. Je kunt toch ook kijken op Skindex of ja, waar dat je gepakt hebt. Jongens, wij toch, ik kan dat niet vinden, ja. Sukkel. Zwijg toch, ja, neger. Zwijg toch, ja. Da. Er zijn misschien wel andere opties. Neger. Misschien staat die skin op mijn computer met die ringworst. Hier, ik heb hier het skin pens, dat is uw skin. Dat is van Black Panther. Dat is mijn skin niet meer. Hij noemt skin pens. Grappig, hè? Ik lach me kapot. Ik ook. Plat hield ik de Jens, jongen. Oké, nu gaan we hier naartoe. Deze heeft hij niet altijd gestaan, dus dit is redelijk nieuw stuk. Ik
Krijg tering, jongen. Krijg corona, jongen, Jens. Je hebt corona. Dus blijf het maar doen. Ik zou maar kalm doen. Waar is de Afrikaans gejengel? Ik zou het wel kalm doen, Jens. Ik moet mij even opnieuw connecten met audio, ze weten. Jij moet inderdaad een beetje kalm gaan beginnen doen. Ik moet niks. Ik moet mijn geluid niet dichter. Ah, daar was het. En dan is het einde. Er is ons nog één attractie. Mullentoren. Zwijg toch. Ik zal uw mullen eens dicht naaien, jongen. Ja, kun je niet naaien, jong. Wel. Als het is om uw mond dicht te plakken, jongen, dan kan ik het goed zien. Ho. Als jij afwezig bent op de judo, jongen, dan zitten we precies met 30 man minder. Mensen, we gaan YouTubers, welke attractie gaan we nu treffen? Fjord Rafting. Ik ga me even opnieuw connecten met audio. Flink. Vaak werk. Ja, miljard. Even disconnecten eerst. Oké. Oké. Hier nu is de muziek. Normaal, verdomme. Oké, dan gaan we naar Scandinavië. Dit stuk is vernieuwd, want dit was afgefikt. Het was echt een grote brand. Piraten van Batavia is compleet afgefikt. Scandinavië voor een deel en Fjord Rafting voor een deel. Yes. En toen ik in Europa Park was, was Fjord Rafting. Oh my jong. Kijk, check dat ja, die winkel hier. Ik kom even aan het shoppen. Die verkoopt Nemo's. Voor mij pak ze maar uit de bollen. Dat verkopen ze niet, hè. Ze verkopen nu alleen maar poppen. Pak je gas, hou ja. Oké. Dit gebied, ja, dit stuk ken ik niet. Dit heb ik aan dicht nog niet gezien. Doe smartenbollen. Ah, en hier ligt Snorri Toeren. Dat weten we dan voor in dicht. Heb je hier smartenbollen kopen? Dat is een attractie. Dat is de nieuwste dark ride van het park. In dicht. En is dat nice? Ja, die is wel speciaal op een bepaald moment. Oké, hier rijdt de volgende attractie. Vaart eigenlijk. Ah ja. Dit hebben we al 4 keer gedaan. Hier gaat er een fontein omhoog, af en toe. Ja, hier is ingang. Godverdomme. Fjord. Dit is ook echt zo'n immens lange wachtrij. Het is een schaatattractie. Nee, dit is wel een redelijk goede rapid. Al een hele oude, maar die is beter dan de Piranha bijvoorbeeld. Ik ben niet beter dan in Bobby Aland eens. Ik weet niet zo. Bij Bobby Aland, het enige wat daar leuk aan is de draaikolk. En deze heeft veel leuke stukken. Kijk, dit is een winkeltje. Hier kun je snoep kopen. Laat mij daar, ha! Voor mij smartbollen. Daar hebben we een paar attracties in Europa Park. Dat je in een wachtrij kunt eten kopen. Dat heb ik ook nog nergens anders gezien. Ik heb ook honger, hè, bij het aanschuiven. Oké, dit is echt een nice systeem. Die medewerker hier, die helpt ons gewoon de trein in. Ja, terwijl we het zelf ook kunnen doen, wat een teringklauter is dat, jongen. Ja, jongen, ik ga ervoor. Kom vechten, ja. Ik ga ervoor zijn, jongen. Fuck haar. Ja, zie, daar gaat hij. Stap maar in en we zijn er. Kom! Welkom in de Rapid van Fast Enterprise. Die is van Intamin. Zit daarin vast? Nee. In Rapid zitten niet vast, hè. Dit is opvallend. Want dit is een Intamin attractie en geen Mac attractie.
Maar het is eigenlijk wel continu actie in deze baan, dat is bij Bobby Allen dus niet het geval. Dit is een groot, een ander park. Bobby Allen is een kinderpark. Wat zeg je, een kinderpark? Is dat toch kinderland? Ja, natuurlijk. Zelfs Walibi heeft een kinderstukje. Jens, ik wil dat jij een verandering treft in de top 10. Op één wil ik kinderland. Het is geen aanrader om als klein kind naar Bobby Allen te gaan. Zo, hè? Waarom niet? Er is niks enkel de Fury en de Typhoon gaan overkop. Ja, en Sledgehammer is eng. Nee. Jawel. Is nice. Maar de kop op een plat wordt gedrukt. Maar eng. Sledgehammer was attractie waar ik de eerste keer niet in durfde. Ja, ik ben er lang niet geweest, maar... Typhoon die heb ik bij elk bezoek gedaan. Hè. Ik was er wel bang voor, maar ik werd gedwongen om erin te gaan. Oh, Typhoon was nice, hè. En hier hebben we het golfbad. Dan gaan we van links naar rechts. En hier, ik zou vooral nog eens naar boven aan het gaan. En hier aan de kant staat er dan zo... Oké, daar had die fontein. Hier aan de kant staat er dan een kanon, dus als je betaalt, kunnen dan de boten nat maken. Dus we gaan nog naar boven aan het gaan, oké? Maar dat is voor betaling. De Efteling bijvoorbeeld heeft bij de Piranha ook zo'n ding, maar dat is gratis. We kunnen gratis gebruiken. Ja, ik wil nog wel eens naar Bobby Aland. De plannen tot nu toe, mensen, is ik wil naar... In de zomer denken we naar Efteling te gaan, in Hellendoorn. Ja, en in juni dan naar Fantasialand. Ik zou ook nog naar Walibi Holland willen gaan, maar dat is maar een wil. Dus daar is niks van gezegd ofzo, dat er een kans bestaat dat we daar naartoe gaan. Jongen, binnenkort kun je in augustus draait je gewoon alleen maar even natuurlijk. Ja, maar in augustus mag ik nog niet het buitenland in, hè. En ik mag, ja, ik wel. En ik mag nog niemand meenemen, behalve mijn ouders. Ja, maar als je rijbewijs hebt, bedoel ik. Oké, kijk naar die lampen, die gaan flitsen. Hoho. Nice! Ah, die veranderde even naar een sea-lantaarn. Ah. Zo, ik ga zien of het dan ook is. Oh, we zien dat niet. Waarom doe je dat eigenlijk? Wat? Hier een popke. Hier. En terug naar boven op de lopende band. Hier dat druppend water, dat is zo. Ja, heb je hier een aantal keren in deze attractie. Ook daar in het begin. Wie en dat hier, man? Ze hebben hier zelfs die pompen gemaakt. En verkjes. Wat? Verkjes? Wat stond er van die verkjes? Verkjes? Daar binnen kleine verkjes. Oké, dit was het weer voor vandaag. Hier hebben we nog een vuilbak. Dus dan was dit een video, mensen. Dan ja. Is er dan nog één video tot nu toe die je kunt verwachten en dat is Blue Fire en misschien nog iets anders. Maar hier zeggen we dan tot de volgende video, like en abonneer en ciao. Later.